saying Dutch, pick my most beautiful side. Kiss my mooiste kant. Kiss my mooiste kant. Wie bij gamers denkt aan chips vretende nerds, heeft het mis. Het zijn de vrouwelijke streamers die in opmars zijn. En in deze serie geven zij een kijkje achter hun schermen. Van doxing tot donaties en booby streamers tot seksisme. Je ziet het in Gamergirls. Wie denkt dat je er als streamer met elke dag een potje gamen op zolder vanaf komt, heeft het mis. Want bejegend worden eist zo zijn tol. Iedereen wil aandacht en je moet dus ook zorgen dat je fans krijgen waar ze om vragen. Content. Oké, dat is met een dansje erbij. Ik ken hem nog wel van alle TikToks die ik heb gezien eigenlijk, dus ik moet niet oefenen. Het is gewoon... Hoe werkt het eigenlijk? Verzin je het zelf of doe je andere mensen na? Nee, ik maak altijd mijn eigen quote. Ik pak alleen de audio en ik maak er zelf wat van. Nou, dat is een soort geluidje van Overwatch, dus dat is van een game. En dan praat ik alsof ik diva ben, dus basically. Ik vind het altijd heel lullig om af te zeggen. Maar soms dan lukt het gewoon even niet, ben je moe, heb je een drukke dag gehad. Dan heb je toch een druk zo van, ik moet toch lijf gaan. En dan die 4 uur lang voelt als een soort van, ja, een sleep aan de been eigenlijk. En je merkt toch wel dat je constant entertainment moet zijn. En dat is heel leuk voor 3 keer in de week bijvoorbeeld. Maar elke dag zou ik best wel heftig. Ik doe zeker niet alles voor de follow. Ik doe zeker niet alles voor de follow. Nee, ik doe niet alles voor de follow. Ja en nee. Dit is een heel breed begrip. Ik zou bijvoorbeeld niet bepaalde dingen doen om meer volgers te krijgen. Wat ik niet zou... Ja, dat. Heel slecht uitgelegd trouwens. Ik ervaar wel druk. Vooral als ik een tijdje niet heb gestreamd. En mensen die vragen er ook naar wanneer ik dan weer ga streamen. Dan voel ik me heel erg schuldig. Als ik dan een dag overslaaf omdat ik mijn dag niet goed voel, dan voel ik me ook gelijk al echt... Ja, schuldig of bezwaard. Mensen die abonneren ook op je, dus ja, ze hebben natuurlijk een betaald iets lopen, dus dan vinden ze het ook fijn als je er ook gewoon bent. Sinds ik het doe, ben ik nooit langer dan 3 dagen niet online geweest. Dus echt een vakantie, bijvoorbeeld een hele week niet online, geen berichten beantwoorden, niet posten. Dat heb ik al 3 jaar niet gedaan. De reden waarom dit zo burn-out gevoelig is omdat je super veel moet voorbereiden. Ook voordat je live moet gaan, moet je klaarzitten. Je moet zorgen dat je er leuk uitziet. En wat je daarna moet doen is 4 uur lang mensen bezighouden. En ik denk, als je moet voorstellen dat je comedy bijvoorbeeld moet gaan doen voor allemaal mensen voor 4 uur lang. En je moet een heel audience constant blijven houden, want anders gaat het weg. Dus we laten de zaal gewoon. Ook met content voor Instagram bijvoorbeeld, heb ik altijd constant wel een gevoel dat ik altijd weer leuke dingen moet maken en dingen moet posten. En ja, dus eigenlijk ervaar ik wel een druk. Voel je daar wel eens eenzaam daarin? Ik moet je wel zeggen dat ik daar soms wel eenzaam in ben, ja. Ik heb niet echt het gevoel dat ik ergens op iemand kan leunen met dat. Ik heb ook heel veel moeite met mensen om erover te praten. Heel veel mensen begrijpen ook niet echt wat ik aan het doen ben in het leven. Gelukkig is er een plek waar Pris wel begrepen wordt. En de vraag die je daar stelt is niet of je streamt, maar hoeveel uur. Het bijzondere van deze plek is dat je er met supersnel glasvezel-internet niet kunt komen. Je zult je lijf moeten bewegen en bovendien aan een kaartje zien te komen om deze speciale bijeenkomst bij te kunnen wonen. Pris kijkt al maanden uit naar deze dag. Want hier, op Dutch Comic Con, gaat ze haar community, die ze elke dag online spreekt, voor het eerst in het echt ontmoeten. Hoe weet jij straks dat het jouw fans zijn? Hoe herken je ze? Ik denk dat ze mij eerder herkennen en ik ken sommigen ook wel qua gezicht. Die kan ik gelijk herkennen. Vind je het niet gek soms dat je
best veel goede vrienden hebt, maar dat je die nooit ziet eigenlijk? Of nooit echt ziet? Nee, eigenlijk merk ik dat ik daar wel mee opgegroeid ben. Ik heb altijd online vrienden gehad, dus het voelde voor mij niet zo heel gek of zo dat ik mensen van online ken in het echt nu. Maar het is altijd wel gewoon een soort moment van samenkomen als je ze van online kent. En dan zie je ze in het echt. En dan voelt het gewoon van, oh ja, nu weet ik weer, daar heb ik mee gepraat al dit tijd. Dat is zo leuk. Zijn ze niet heel verlegen dan dat vaak? Ja, heel verlegen. Ik denk dat sommigen ook niet durven me aan te spreken of zo. Ik denk dat ze meer verlegen zijn voor mij dan. Ik merk wel om me heen dat er echt veel meer mensen zijn die hebben echt fans. En echt jongens en meisjes die echt helemaal, oh, ik heb het eindelijk gezien. En oh, ik wil op de foto. En dat ze het mooiste meisje uit Europa vinden of zo. En dat ze voor eeuwig gesubscribed blijven. Dat zijn mensen die naar een event komen en dan naar je toe komen. En nog nooit wat in de chat hebben gezegd. En dan zeggen, ja maar, oh, ik kon niet wachten. Eindelijk zie ik je, wacht op de foto. En die staan helemaal blij. Maar verder spreken ze het hele jaar niet. Wat ze wel heel erg willen is Mijn aandacht, dus naast het streamen willen ze me ook heel erg veel spreken. Of nou ja, ik heb ook wel vaak mannen gehad die me dan wel leuk vonden. Ja, deze is leuk. Is dat alleen in Amerika? Wat swatting? Ik heb geen idee wat swatting is. Volgens mij komt dan gewoon een hele politieteam binnenzetten. Of echt de FBI. Het hele korps komt binnen. En ik denk dat jij weet ik veel wat heb gedaan. Waarom moet ik dat weten? Ja, het is heel grappig, maar als jij streamer opeens een heel elftal politieagenten die kamer op staan. Oh, wacht. Ik heb dat wel een keertje teruggezien inderdaad. Ja, toen viel de politie binnen volgens mij. Ja, het is gewoon niet leuk. Nooit swap team bij jou binnengekomen? Nee, nog niet. Doe nou! Don't you fucking move, you hear me, boy? En dan is het zover. Pris wordt opeens gespot door een fan. Schat, hoi! Oh, hoi, lieve! Oh, wat leuk je te zien! Ik zie je er goed aan. Jij ook. Oh, wat leuk! Wil je opnames aan doen? Oh, ja. Nou, daar. Kate! Knuffeltje, hij is schat. Hi. Ziet er leuk uit. Jij ook. Ja. Heb je kaartje nog? Wacht even. Ja, mijn sleutelhanger ligt daar. Ja. Zijn jullie heel het weekend hier of alleen? Nee, vandaag. Ja. Heb jij het ook naar je zin? Ja. Dat ziet er mooi uit. Dank je wel. Ja, dat staat je echt heel leuk. Oh, dank je. Oh, zo lieverd. Zij was ook een kijker van mij. Zij komt elke stream is ze er wel en zei, Demi, we hebben heel veel gebeld. En we hebben echt een band. Dus ik ga gebeld, ja, gewoon via Discord. Oh, ja, ja, ja. Met de groep altijd. En natuurlijk kennen we elkaar goed, we gamen altijd samen. Zal ik mijn sleutel hangen dan gelijk? Oh, dankjewel, schat. Ik vind hem zo leuk. Ik ga even een cadeautje naar geven. Pris heeft voor haar fan een sleutelhanger uit Frankrijk meegenomen die ze ruilt tegen een Pokémon-kaart. Het lijkt echt alsof ik aan het dealen ben of zo met zo'n zakje, weet je wel. Het gaat misschien om een grap, maar voor mij is het wel heel belangrijk. En dus het betekende heel veel voor mij, want ik game ook met ze en het voelt echt als hele sterke vrienden aan. Verder dan alleen maar je bent een kijker, zeg maar. Mijn volgers die zien mij best wel als een idool eigenlijk. Ze kijken ook best wel naar me op van mijn stijl en ze wachten ook altijd op mijn volgende cosplay. Maar ze zien me ook echt als een vriendin. Gewoon iemand waar ze naartoe kunnen komen en ja, ook als een soort steun. Ik heb wel een grens, dus ik vind het leuk om met mensen te praten. Gewoon ook over normale dingen of als ze problemen hebben, dan ben ik er ook wel voor ze. Ik hoorde ook gisteren bijvoorbeeld van, je hebt mijn dag gemaakt. Niet eens dat ik per se mijn best heb gedaan om mijn dag te maken, maar gewoon om het lijf gaan. En met ze praten kan je al, ja, een soort steun voor hen bieden. Alleen als ze echt, echt iets van me verder willen of zo, dan, ja, dan geef ik wel gewoon mijn grens aan en ja. Ik geef ook oprecht naar hoe hun dag was, hoe hun leven in elkaar zit. En ik denk dat het ook wel een stukje wat ik heb, wat een ander misschien dan niet doet, dat ik echt geef om wat ze doen in het leven. Ja. Waarom zou je uren naar iemand op een stream gaan kijken? Nou, ik kijk niet zomaar naar iemand in een stream. Wat zij doet, hou ik heel erg van. Dus als zij aan het streamen is, dan zit ik gewoon achterover in mijn gamerstoel. En dan kan ik uren naar haar kijken. En als ik dan met haar meedoet, dat is natuurlijk hartstikke nog veel leuker. Want dan hoor je mijn stem ook in de stream. En dan zie je mij ook spelen in haar stream. Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Helemaal fantastisch.
En dat is het leuke aan je viewers. Je weet niet wie erachter staat. Ook niet het meisje wat je verwacht, zo die dan heel naar het ziertje kijkt. Want... Ja, maar op zich, je weet nooit wie je viewer is. Het is echt, het kan van iemand die je totaal niet verwacht tot iemand die je wel verwacht. Ik game, ik werk. En dat was het. En sinds ik een game PC heb, game ik alles. Ik game echt alles. Als ik dan uit mijn werk kom, gelijk de PC aan. Gelijk gamen. En tot ik naar bed ga. Veel te laat naar bed natuurlijk, maar daar heb ik het echt voor over. En toch, gek genoeg, hebben we altijd dat beeld van vroeger nog dat het inderdaad chipsvretende mensen zijn. Maar dat is eigenlijk nu op deze generatie totaal niet meer zo. Volgende week in Gamer Girls. Streamen is een feestje. Maar de meiden moeten ook dealen met haat, vieze mannetjes en stalkers die ze tot op de dag van vandaag lastigvallen.